Na jarenlang praten, onderhandelen en rekenen is er eindelijk overeenstemming. De buitendijkse haven op Urk moet er komen, zodat daar schepen gebouwd en gerepareerd kunnen worden. Nu de provincie daar ook mee akkoord gaat, staan alle seinen op groen. Dit zou een enorme spin-off hebben voor het hele noordelijk deel van de provincie. Ja, natuurlijk. Daar gaat men ook vanuit. Toch denk ik dat met name werkgelegenheid oplevert voor Urk. Voor Urk is het in ieder geval ontzettend belangrijk. Want de bedrijven die zich nu gaan vestigen, dat zijn Urker bedrijven. Dat hadden wij graag ook breder gezien. Maar er komt natuurlijk ook straks aan de binnenkant van de dijk komt een bedrijventerrein. En dat zal de bedrijven aantrekken uit de wijde regio die daar dan ook op de haven kunnen werken. Buurgemeente Noordoostpolder denkt ook een graantje mee te kunnen pikken van de aantrekkende werkgelegenheid bij Urk. Maar hoeveel banen levert die haven nou echt op voor de NOP? Ja, in hoeverre dat nu zeker vooraf te zeggen is om hoeveel banen het gaat. Ik heb er eens gehoord van aantallen van 400 banen die daar gecreëerd gaan worden. Nou, als daar een x-aantal ook van het Noordoostpolder bij is, zou dat natuurlijk buitengewoon mooi zijn. En daar ging uw gesprekje met de wethouder van Urk daar net al even over, denk ik. We hadden het er net samen in over van hoe je dat met elkaar goed kan invullen straks. Ja. Ja, dus u gaat afspraken maken, zodat ook u uiteindelijk goed aan bod komt. Nou, we moeten daarin denk ik gezamenlijk optrekken om iedereen aan zijn trekken te laten komen. Urk en Noordoostpolder zoeken dus een formule waarbij beide gemeenten van de nieuwe banen gaan profiteren. Maar praten over de verdeling van de werkgelegenheid is misschien nog wat vroeg. Want er moet eerst nog een bedrijf worden gevonden dat de haven gaat aanleggen. Maar wat als die aanleg duurder uitpakt dan verwacht? Nou, dan zullen we ons moeten beraden. Waarom is het te duur? Waarom heeft de markt niet gereageerd zoals wij dachten dat ze zouden reageren? Zullen we ons daarover beraden? Beraden, betekent dat ook dat u eventueel bereid bent om er dan nog eens een keer een extra schep geld bovenop te doen, zodat het wel mogelijk is? Nou, dat ligt niet in de reden. In het najaar gaat de aanbesteding van start en kunnen geïnteresseerde bedrijven die de haven willen aanleggen zich melden. Pas daarna wordt duidelijk of de haven er echt komt.